Het Global Climate Change Alliance Suriname Adaptation Project, GCCA+, moet de weerbaarheid van ons land verhogen in verband met de negatieve effecten van klimaatverandering. In dat kader is vanmorgen een workshop gehouden in het Courtyard by Marriott Hotel. Het project is een initiatief van de Europese Unie, ondersteund door de UNDP. De bedoeling van de workshop was om informatie en ideeën uit te wisselen met belanghebbenden. Ook wilden de initiatiefnemers horen wat de standpunten zijn en hoe de doelstellingen van het project het beste bereikt kunnen worden. Daarbij zijn geïdentificeerd de lokale capaciteit, de meest kwetsbare gebieden in ons landschap en de verschillende sectoren. Ook de landbouw staat onder grote druk, zegt projectcoördinator Heidi Malone. Wat we soms vergeten is dat we 1,5 miljoen hectare landbouwgronden hebben die ook onder risico staan van niet alleen overstroming en ernstige extreme klimaatomstandigheden, maar ook verzilting. Wat is het doel van het Global Climate Change Alliance project? Overal doel is om onze gevoeligheid als land te verkleinen voor de negatieve effecten van klimaatverandering. Verder is het ook de bedoeling dat we onze capaciteit om te gaan en de juiste stappen te ondernemen om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan of te minimaliseren. Suriname is door de EU geïdentificeerd als een van de kwetsbare landen voor de negatieve effecten van klimaatverandering. Daarom is besloten om ondersteuning te geven om beter te kunnen omgaan met het natuurverschijnsel. Het ministerie van Financiën en de EU tekenden de overeenkomst om het GCCA+ project uit te voeren. Projectcoördinator Heidi Malone vertelt hoe de capaciteitsversterking eruit zal zien. Result Area 1 heeft als output, als eerste output, het versterken van de capaciteit binnen het ministerie van Openbare Werken, met name de afdeling Meteo en WLA. Dat wil zeggen dat er eigenlijk gekeken gaat worden naar wat er nu is en verbeteringen gemaakt moeten worden, plannen gemaakt moeten worden voor verbetering wat betreft het equipment, zodat het beter en makkelijker wordt om data te verzamelen voor heel Suriname. We gaan op basis van een systems design, wordt er dan equipment gekocht en wordt er een framework gecreëerd die eigenlijk de datacollectie gaat ondersteunen en gaat zorgen dat dat beter wordt, als ook training voor het personeel dat met deze instrumentarium om zal moeten gaan. Bij output 2 hebben we water resource modeling, dus hydrologische modellen die gemaakt moeten worden om ons waterbeheer eigenlijk te verbeteren. Aldus Heidi Malone, coördinator van het Global Climate Change Alliance Suriname Adaptation Project. Dit project moet resulteren in het versterken van de nationale capaciteit om te kunnen omgaan met de negatieve effecten van klimaatverandering.